Goedemiddag gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee F.W. van der Ree en de schriftlezingen in deze dienst zijn Genesis 25, de versen 27 tot en met 34 en Hebreeën 12, de versen 14 tot en met 17. En het thema van de verkondiging is leven bij Gods beloften. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor diaconaal wijkwerk. Een gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u op de gebruikelijke manier overmaken naar de rekening van de kerk. Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders Gods zegen te wensen. De dienst wordt eerst door de kerkraad afgesloten, daarna komen de doopouders terug de kerkzaal in en zullen plaatsnemen voor de kansel. De looproute is als volgt. U loopt via het middenpad richting de kansel en kunt via de linkerkant de kerkzaal verlaten. We gaan nu zingen Psalm 9, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon,
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit de bundel Weerklanklied 313. Een lied dat ook geschreven is op de heilige doop. O grote God, als Vader ons gegeven, u neemt ons aan bij het begin van het leven, maakt zalig wie in u gelooft. Zo zijn we ook in deze dienst samen met de doopouders die hun kind vanmiddag ten doop mogen houden. En zo mogen wij de Heere ook groot maken daarin. We zingen gezang 313 uit de bundel Weerklank, de versen 1, 2, 3 en 6. Met in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna uit Psalm 8, het 9e vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Gemeente, laten we nu samen eerst bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest bij de opening van het woord en de bediening van het sacrament. En we willen onze voorbeden ook bidden voor deputaten geestelijke verzorging voor de krijgsmacht. Deze 5 mei is daarvoor ook voorbeden voor gevraagd. We willen bidden of er vrede mag zijn in de vele gebieden waar oorlog is. Of er ook de militairen die op missie zijn beveiligd mogen worden. En wij bidden ook voor onze krijgsmachtpredikanten. Laten wij bidden en danken. Heren, wij komen tot u op deze dag. Voor de 2e keer heeft u ons als gemeente hier in de kerk gebracht. En wij loven en prijzen uw naam, heren. En dan scharen we ons in een veel groter geheel van uw wereldwijde kerk. Hoe heerlijk rolt uit aller vrome mond die grote naam van u door het ganse wereld rond. Heren, zo zongen we het nadat wij ook met de kerk van alle tijden en plaatsen die naam van u, de drie enige, mochten belijden. En heren, wat een geweldig voorrecht is het dat ook wij dat op de lippen mogen nemen. Dat we het met ons hart mogen meezeggen met de belijdenis en dat we het uit mogen zingen. Wie u bent. Uw goedheid. Uw trouw. En dat voor ontrouwe mensen. Heren, dat maakt u zo groot. En dat maakt ons ook zo afhankelijk. Want wij zien in deze wereld juist zoveel wat duisternis is. De duisternis van de oorlogen die er woeden. En heren, wij bidden of u vrede wil geven. Daar waar de wereld slechts strijd wil. Heren, wij mogen op deze dag gedenken en vieren dat u in de Tweede Wereldoorlog de tirannie hebt verdreven. De tirannie van het bewind van het nazisme. En heren, daar danken wij u voor. Die geest uit de afgrond die er toen was en zo heel zichtbaar werd. Maar heren, die machten van de duisternis staan ook vandaag niet stil. Ook nu laten ze zich gelden op vele manieren. En heren, de enige echte vrijheid, die is er alleen als we die vinden in u. En heren, dan danken wij u dat wij hier in alle rust en vrede samen mogen komen. En wij bidden voor hen die dat zo niet kunnen. Weest u ook met dat deel van uw kerk in op deze aarde. Beschermt u hen. Heren, wij bidden u voor militairen die zijn uitgezonden in vredesmissies. Heren, wilt u hen in die gebieden ook alles geven wat nodig is? Wees ook met hun gezinnen hier in Nederland. Wij bidden u voor het werk van deputaten voor de geestelijke verzorging van de militairen. Wij bidden u voor onze krijgsmachtpredikanten, dominee De Bruin en dominee Van Eken. Heren, wilt u hen ook geven wat nodig is wanneer zij op die plaats gesteld zijn door u en daar ook van u en van uw koninkrijk mogen getuigen. Stelt u ze tot zegen. Heren, wij bidden u of u het werk van de diaconie wil zegenen waarvoor we vandaag onze gaven mogen geven. Geef ons een barmhartig en een warmhartig hart naar elkaar toe in de gemeente en ook naar buiten toe. Wij bidden u, Heren, of u ons een gezegende dienst wil geven bij de opening van uw woord. Laat uw woord mogen spreken tot ons. Misschien dat we niet gewend zijn om naar de kerk te komen. Heren, geef dat we dan toch er iets van mee kunnen krijgen. Heren, wij bidden u of u ons zo een gezegende dienst wil geven. Als we ook hier zijn met het oog op de doop. Heren, we danken u dat we dat mee kunnen maken. Wij bidden u ook, Heren, of u er wil zijn wanneer we daarin ook mensen kunnen missen. Heren, zo leggen wij dit alles aan u voor.
Kom met uw Heilige Geest. In woord en sacrament, Heere, laat dat uw adem zijn die vanmiddag hier waait en ons bereikt en ons het leven geeft. Hoor zo onze gebeden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, we willen eerst overgaan tot de bediening van de heilige doop. En ik lees daarvoor met u het doopformulier. En daarin wordt ons uitgelegd wat de doop betekent. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. En zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. En verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben hierbij de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger
te onderwijzen. Laten wij nu eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste vers. Onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengedragen. Opdat we de heilige instelling van de doop van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij nu eerst in gebed zijn heilige naam aanroepen. Almachtig en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de doopouders vragen op te staan van hun zitplaats? Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Hendriksen? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder van Kruisten?
Doopouders, er was eens een koning van Engeland in groot gevaar gekomen. Tijdens een veldtocht tegen de vijand was hij geïsoleerd geraakt, van zijn eigen legers afgesneden. Die leverde elders op het slagveld slag, maar de koning was omsingeld door zijn vijanden. En op een zeker moment schoten die op hem en het paard dat onder hem was, werd dodelijk getroffen. In die benarde omstandigheden realiseerde de koning zich hoe weinig zijn koninklijke waardigheid eigenlijk voorstelde, hoe weinig hij ook aan zijn koninkrijk had. Er was maar één mogelijkheid om te ontkomen en dat was als hij meteen een nieuw paard zou hebben en zou kunnen wegvluchten. En daarom riep hij het uit: een paard, mijn koninkrijk voor een paard. Zijn leven was hem op dat moment alles waard. Hij wilde zijn hele koninkrijk er wel aangeven voor maar één paard. Vanmiddag ontvangen jullie kinderen het teken van en zegel van de heilige doop. En dat is ook het teken en zegel van Gods koninkrijk. De drie-enige God nodigt Nina en Eli uit om een burger te zijn en te worden van dat koninkrijk. Dat is het koninkrijk van de hemel dat niet van deze aarde is. Waar de Heer Jezus Christus koning is, het is het koninkrijk van zijn genade en liefde. En u vraagt die uitnodiging om een antwoord van hen. Dat kunnen ze nu nog niet geven, maar ik hoop dat ze niet een antwoord zullen geven zoals die koning van Engeland ooit. Ik hoop dat hun levenshouding, en daar zal het straks ook in de preek over gaan, een andere zal zijn. Niet om je eigen leven te willen redden, kosten wat kost, maar om nou juist de goede strijd te strijden, de strijd van het geloof. De doop laat ons zien dat je eigenlijk juist je leven zoals het is moet verliezen. Om zo in te gaan in dat koninkrijk. Sterven aan jezelf, opdat Christus in je leeft. Zelf kleiner worden, zodat hij groter wordt. Als ouders mag je daarin je kinderen voorgaan en ze dat leren. Ze dat zelf laten zien, wat zelfverloochening is, wat dienen is ook. En leer ze hun knieën buigen in gebed, opdat ze juist ook als het moeilijk is en de vijanden van twijfel, verleiding en kwaad het in hun leven op hen gemunt hebben, dat ze mogen strijden in deze kracht van God, levend bij zijn belofte. Zo hoop ik dat hun doop, ook voor jullie als ouders, daarvoor een krachtig teken mag zijn, dat steeds opnieuw mag spreken, omdat de God van de belofte een God en Here is van ontferming en genade. Van harte wensen we jullie Gods onmisbare zegen toe. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, nu het derde vers. En na het amen van de doopsbediening zingen wij zonder verdere aankondiging staande Psalm 105, vers 5. Nina, Maaike, Mare Hendriksen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt tegen je met Johannes 15, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren.
En dat, ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Eli Jacobus van Kruistum, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken. In Christus Jezus. Amen. Laten wij nu de doopsbediening beëindigen met het dankgebed van het formulier. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, dat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit psalm 106, daarvan het eerste en het tweede vers. En tijdens het zingen van deze psalm zullen de dopelingen de kerkzaal weer verlaten. En dan mogen ook de kinderen naar de parel gaan.
Gemeente, wij openen vanmiddag de schriften. We doen het op twee plaatsen. Eerst in het Oude Testament, Genesis 25. Wij vervolgen de serie preken over Jacob, die we een paar weken geleden begonnen zijn. Toen hebben we stilgestaan bij het eerste gedeelte van deze pericoop, vanaf vers 19. We lezen nu vanaf vers 27 tot het einde van het hoofdstuk, vers 34. En dat gedeelte zal straks ook het uitgangspunt zijn voor de prediking. En daarna lezen we in het Nieuwe Testament uit Hebreeën 12, vers 14 tot en met vers 17. Dus eerst lezen we uit Genesis 25 en daarna lezen we uit Hebreeën 12, de versen 14 tot en met 17. Toen die jongens, dat zijn dus Jacob en Esau die geboren zijn als tweeling, toen die jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. En Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt toen Esau uit het veld kwam en moe was. En toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. En toen zei Jacob, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. En Esau zei, zie, ik ga toch sterven, wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jacob, zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep en hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. De tweede schriftlezing vindt u dus in Hebreeën 12 vanaf vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover. Het thema voor de prediking is leven bij Gods beloften. Tweetal gedachten. We horen eerst over het gespannen gezinsleven en ten tweede over een verschillende levenshouding. Leven bij Gods belofte, een gespannen gezinsleven en een verschillende levenshouding. Gemeente doopouders, vanmiddag krijgen we een inkijkje in het gezinsleven van Isaac en Rebekka. Een paar weken geleden hebben we gehoord hoe zij kinderen uit Gods hand mochten ontvangen en dat was een wonder. Zeker ook voor hen, want ze hadden er lang op moeten wachten op die kinderzegen. 20 jaar waren ze al getrouwd en pas toen werd de tweeling geboren. En tijdens Rebekka's zwangerschap had ze het gevoel, het klopt niet, het is niet in orde. Het leek wel oorlog in haar buik. En ze was de Heere gaan raadplegen en de Heer had tegen Rebekka gezegd, er zijn twee volken in uw schoot, twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. En bij de geboorte had die tweede, de mindere, Jacob, de hiel van zijn broer Esau vastgehouden. Esau die blakend en wel ter wereld was gekomen, maar vastgehouden werd door zijn kleinere,
zwakkere broertje. Zo was het begin geweest. En nou zijn ze groot geworden, opgegroeid. En nu krijgen we een inkijkje, om maar zo te zeggen, achter de voordeur. In datgene wat Rebecca en Isaac misschien ook maar liever achter die voordeur zouden willen houden. Want gemeente, wat kan er zich achter de voordeuren van onze huizen veel afspelen? Juist ook bij de opvoeding van kinderen. Kinderzegen is een zegen van God. Maar als die kinderen er eenmaal zijn en ze groeien op, wat kunnen er dan ook een zorgen komen? Wat kan er zich dan veel in je huis afspelen als je als ouders voor de taak staat om een kind of misschien ook meerdere kinderen op te voeden die extra aandacht en zorg nodig hebben door een handicap of door gedragsproblemen? Of als kinderen bij het ouder worden een eigen weg kiezen en je ziet ze gaan als ouders, je hebt er geen invloed op. Het gaat je aan je hart, want je maakt je zorgen, zeker ook over hun eeuwige toekomst. Wat kan er ook een hoop misgaan door het gedrag van ouders? Die niet vanuit liefde, maar soms juist vanuit dwang kinderen groot willen brengen. Als er sprake is van misbruik, emotioneel, lichamelijk. En ja, dan moet die voordeur natuurlijk dicht blijven. Dan moet niemand daarin meekijken. En misschien schaam je je wel, omdat je het als ouder zo moeilijk hebt. En het zo moeilijk vindt. En het lijkt misschien wel alsof om je heen al die anderen hun kinderen fluitend grootbrengen. Maar jij hebt er zoveel moeite mee. Je bent voor je gevoel aan het ploeteren. Als vader, als moeder. En je ontdekt bij jezelf zoveel tekort. Of als kind, als jongere, je bent aan het overleven. Thuis is niet veilig. En je telt misschien wel de dagen. Gemeente, mocht u denken dat de gezinnen die we in de Bijbel tegenkomen voor ons allemaal voorbeeldgezinnen zijn in de zin van positieve voorbeelden en dat alles daar allemaal goed is, vergeet u het maar. Ook het gezinsleven ligt onder de vloek van de zonde. Ook daarin weet de zonde en het kwaad zich te nestelen. Weet je, dat moeten we onderkennen allereerst vanmiddag. We zien het bij Isaac en Rebecca, ik zal er zoiets meer over zeggen, maar het is belangrijk om dat te onderkennen. Laat het er ons toe brengen om biddend en zorgend om elkaar heen te staan, waar dat maar mogelijk is. Als ouders in je gezin, als kinderen ook voor je ouders, bid je wel eens voor je ouders, jongeren. En laten we biddend om elkaar heen staan in de gemeente. Er komt zoveel af op gezinnen. Dat is altijd al zo geweest natuurlijk. Zeker ook vandaag zo. En een gezin is nou juist bedoeld als een plek waar iets van de vrede van God mag wonen. Zo wil de Heer en dat is zijn bedoeling. Dat de vrede van Hem daar woont en dat je dat samen ook mag proeven. Maar de duivel heeft er zijn werk van gemaakt. Om overal waar het over die vrede in God gaat, dat te verstoren en onrust te stoken. Zodat er zomaar kan ontstaan wat we lazen in Hebreeën 12. Dat je achterop raakt in de genade. En een wortel van bitterheid opschiet, ook in gezinnen en in families die onrust veroorzaken. Zodat daardoor velen bezoedeld worden. En dan spoort de Hebreeën schrijver ons aan. Jaag de vrede na met allen. En de heiliging. Zonder welke niemand de Heere zal zien. En met de woorden uit de brief van Jacobus. Bied dan weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten.
Wees waakzaam over je gezin. Ouders, doopouders. Wees waakzaam over elkaar in de gemeente. Biddend. Broeders ouderling, zoek dat ook op. Zoek dat ook op de huisbezoeken. Spreek daarover. En zoek daarmee samen, ook met de gebrokenheid die er overal is, het aangezicht van God. Als het je bang te moede wordt. Want daar is hulp te vinden. Onze gezinnen liggen onder vuur. Dat is vandaag zo, maar dat was toen ook al zo. Kijkt u maar naar Isaac en Rebecca. Esau en Jacob, ze groeien op. Maar wat zijn die twee verschillend van elkaar? Esau is van meet af aan een echt buitenkind. Die is het liefste in het veld. En je stelt je zo voor dat hij als kleinkind al bezig is om de wereld te ontdekken. En bezig met de natuur, met de dieren in de natuur. En als hij wat groter is, dan mag hij een keer mee met de jagers. En hij leert van hen al snel de kunst af. Jongens en meisjes, doe jij dat ook graag? Ben jij graag buiten en bezig met je handen? Is dat wat je leuk vindt? Dan lijk je misschien wel een beetje op Esau. Esau is ook graag buiten. En hij maakt lange tochten om dieren te schieten, zodat Isaac en Rebecca en alle slaven die bij hen wonen, dat ze te eten hebben, lekker eten, vlees. En Esau heeft er ook verstand van. Hij leert het snel. Hij wordt er goed in. Het is een echte kerel. Of jongens en meisjes, lijk je misschien meer op Jacob. Dat kan ook. Want Jacob die is heel anders, die trekt er liever niet op uit. Nee, hij blijft liever thuis, bij de tenten, staat er in de Bijbel. Dat betekent niet dat hij alleen maar thuis zit in de tent. Waarschijnlijk gaat Jacob in het spoor van zijn vader en wil die veehoeder worden. Maar daarbij verblijft hij wel steeds in de buurt van waar de tenten staan. Jacob die komt elke dag, zodra het donker gaat worden, komt hij thuis. En waar Esau lange tochten maakt en weet te overleven in de natuur, dagenlang, daar zit Jacob elke avond weer bij moeders pot. Waar Esau gehard wordt door het buitenleven en door het gevecht met zijn prooien, daar is Jacob zachtaardiger. Als herder heeft hij een band met zijn schapen. Gemeente, wat kunnen kinderen onderling verschillen? En dan ook, wat kan het dan vervolgens ook misgaan? Want dan staat er dat zinnetje, gemeente. Klein zinnetje maar. Maar het roept heel wat vragen op. Er staat dat hij Isaac Esau lief had, omdat hij graag wildbraad at. Maar Rebecca had Jacob lief. Klein zinnetje. Maar wat gaat daar nou allemaal achter schuil? Gemeente, dat roept de vraag op naar hoe zit dat nou eigenlijk met Isaac en Rebecca, met hun huwelijk? Eerder in dit hoofdstuk hebben we ze samen zien knielen in gebed. En u weet misschien nog, Isaac die ging Rebecca erin voor. Als man ging die zijn vrouw erin voor als een soort priester. Die haar dient. En samen baden ze of ze de kinderzegen zouden mogen ontvangen, die zo lang op zich liet wachten. Maar hoe is het nu? Zijn ze uit elkaar gegroeid? Liefde bekoeld? Misschien wel ook omdat die kinderen gekomen zijn, want dat doet wat met je huwelijk en je gezinsleven natuurlijk. En gemeente, wat zijn nou de gevolgen hiervan? Dat Isaac en Rebecca van die tweeling allebei hun eigen lievelingetje hebben. Hoe is nou de band geweest tussen Isaac en Jacob en tussen Rebecca en Esau? Als elk een eigen lievelingetje heeft, kinderen voelen het feilloos aan. En dat is toch niet goed? Hoe gaat dat nou? Als Rebecca Esau iets verbiedt. Esau, dat mag je niet meer doen. Daar moet je vanaf blijven. En dan gaat Esau naar zijn vader, Isaac. En zijn vader zegt, van mij mag het hoor. En andersom.
Als je als ouders niet op één lijn zit in de opvoeding, dat is geen stabiele basis. Daar komen zo ongelukken van. En je vraagt je ook af, gemeente, waar komt het nou eigenlijk vandaan, die voorkeuren? Dat Isaac Esau lief heeft en Rebecca Jacob. Ja, van Isaac lezen we het. Houdt hij van Esau als zijn zoon of houdt hij van Esau vanwege zijn prooien die zo lekker smaken als hij terugkomt van de jacht? En gemeente, heeft Esau dat ook aangevoeld? Is hem dat eigen geworden? Dat je de liefde van je vader kunt verdienen als je een lekker stuk vlees terugbrengt. Werkt het zo tussen die twee? En Rebecca, waarom is Jacob haar lievelingetje? Gemeente, is het omdat ze weet dat uiteindelijk Jacob, de mindere, de meerdere zal worden? Is het omdat de Heere haar gezegd heeft dat Esau Jacob zal gaan dienen? En heeft Rebecca dat eigenlijk wel verteld aan haar man Isaac? Want Isaac was weliswaar voorgegaan in gebed om de kinderzegen. Maar wanneer Rebecca dan zwanger is en ze zich zorgen maakt of het allemaal wel goed gaat, dan lezen we heel nadrukkelijk dat zij alleen de Heere gaat raadplegen. Daar is Isaac niet bij. Gemeente, heeft Rebecca het misschien achtergehouden voor de man wat de Heere haar toen gezegd heeft? Als dat zo is, is dat niet goed natuurlijk. Dan is er een geheim in je huwelijk. En dan respecteert ze Isaac niet als haar man. Of heeft ze het hem wel verteld? Dat kan ook. Heeft Rebecca Isaac laten voelen aan de zwangere buik? Moet je eens voelen, Isaac. Het is niet normaal zoals dat daar binnen tekeer gaat. En dit heeft God me gezegd. Er zijn twee volken in mijn schoot en de meerdere zal de mindere dienen. Maar dat toen Isaacs houding er eentje was van, joh, wat een onzin, dat moet je allemaal niet geloven. Je bent gewoon een beetje in de war. En is het toen zo gegaan, gemeente, dat Isaac gewoon voor zijn oudste koos. Want via hem zou zijn naam worden voortgezet in de geschiedenis. Die ook nog eens zijn genegenheid wist te verdienen. Door heerlijk wildbraad. Terwijl Rebecca steeds maar naar Jacob keek. Jacob, hij is het. Het kind van Gods verkiezing. Gemeente, u merkt wel zo'n zinnetje. Het roept allerlei vragen op en we hebben niet alle antwoorden. Maar wat duidelijk is, is dat het hier helemaal niet goed gaat. En dat er bij Esau en Jacob ook een verschil is in levenshouding dat je eigenlijk kunt terugvoeren tot op hun ouders. Isaac en Rebecca. Dat Jacob het van Rebecca heeft geleerd om oprecht te zijn. Terwijl Esau van Isaac leert om het er in het leven vooral van te nemen. Goed eten. Want dan kom ik bij het tweede, een verschillende levenshouding. Esau en Jacob verschillen niet alleen uiterlijk en in interesses. Er zit ook nog wat onder. En dat is een verschillende levenshouding. Dat blijkt al in vers 27. Daar wordt iets heel opvallends over Jacob verteld. Iets wat er zo niet over Esau staat. Esau groeit uit tot een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Maar Jacob is een oprecht man. Oprecht. Kent u Jacob zo uit uw Bijbel? Oprecht als iemand die eerlijk is. Recht door zee, open kaart. Zo komt Jacob toch niet naar voren in de Bijbel. Hij doet eerder zijn naam eer aan. Hielenlichter, oplichter, bedrieger. Man met een dubbele agenda, waar je nooit precies van weet wat je er nou aan hebt. Blijkt hier ook,
Als Ezo op een dag terugkomt van de jacht, is Jacob soep aan het koken en Ezo heeft een enorme honger. En dan maakt Jacob handig gebruik van. Heel geniep laat hij Ezo zweren om aan hem het eerste geboorterecht te verkopen. In ruil voor linzensoep. Dat rode daar. En later zal hij dan zijn blinde vader bedriegen om dat eerst geboorterecht met de bijbehorende zegen ook te krijgen. Gemeente, Jacob is een man van list en bedrog. Maar nou staat hier, hij is oprecht. Als je dat woord wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, wat gaat nazoeken, dan blijkt dat het een woord is, zoals het ook elders in de Bijbel wordt gebruikt, met een geestelijke lading. Het zegt iets over hoe je houding is tegenover de Heere God. Jacob, hij mag dan in vele dingen een zondaar zijn. Het wordt aan alle kanten duidelijk in zijn leven. Maar toch is er ook iets anders. Er is iets in hem dat de Heere zoekt en hem vreest. Iets dat vol ontzag is voor God. Te midden van alles, gemeente, wat er bij Jacob ook is, en we zullen daar nog van alles van tegenkomen ook. Maar is die toch ook nu al een jongen? Ja, die van huis uit de Heere heeft lief gekregen. Jacob weet van meer dan alleen maar van het alledaagse leven. En daarin verschilt hij nou met Ezo. Want wie is Ezo? Wellicht ook onder invloed van zijn vader Isaac. Je ontdekt het bij hem namelijk ook, nu die ouder is geworden. Gemeente, Ezo leeft voor de korte termijn. De Hebreeën schrijver die is er heel duidelijk over. Ezo's levenshouding wordt getypeerd als onheilig. Het gaat hem in het leven niet zozeer om God. Om de dingen van het geloof. O zeker, daar zal hij genoeg van hebben meegekregen. Maar hij heeft het zich niet eigen gemaakt. Ezo leeft ten diepste goddeloos. God is niet heilig voor hem. Niet bijzonder voor hem. Hij zwerft rusteloos over de aarde op zoek naar prooi. Daar wordt hij ook succesvol in. Maar gemeente, wat er van buiten te zien is in zijn leven, dat zit ook van binnen. Ezo vindt geen rust in God. Omdat God niet zoveel zegt voor hem. En Gods belofte, die bijzondere belofte ooit aan Abraham gedaan, dat uit zijn nakomelingen Gods heil zou voortkomen. Ach ja, zegt Ezo niet zoveel. Als je s'avonds maar goed kan eten. En als je maar de complimenten krijgt van je vader. Zodat je iets van liefde voelt. Liefde die zich laat kopen. En als Ezo dan op die bewuste dag terugkomt van de jacht. En zo'n enorme honger heeft. En hij ziet Jacob met die soep in de weer. Dan wil hij het alleen nog maar eten. Dat rode daar. Hij weet niet eens precies wat het is. Maar het ruikt zo lekker en zijn honger is zo groot. En zijn maag zo leeg. Geef het mij. Dan zal ik het opslurpen. Hij heeft zo'n honger, hij gaat er niet meer netjes voor aan tafel. En als Jacob dan zegt, dan moet je eerst het eerste geboorterecht aan mij verkopen. Dan horen we Ezo zo nonchalant zeggen, ach, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? En dan laat Jacob hem erop zweren. En is de deal vervolgens gesloten. Voor een kop linzensoep verkoopt Ezo aan Jacob het eerstgeboorterecht. Maar daarbij ook de eerstgeboortezegen. Daarbij ook de belofte van God. En gemeente, dan blijkt hoe diep het bij Ezo zit, of eigenlijk hoe ondiep. Hoe oppervlakkig en horizontaal hij leeft. Dat eerstgeboorterecht, wat houdt dat nou in?
Nou, het betekende dat de eerstgeborene de lijn van de familie zou voortzetten naar het recht van die tijd. Hij zou een groter deel van de erfenis krijgen. Hij zou de naamdrager zijn. En in het gezin van Isaac en Rebecca heeft het ook die extra betekenis. Die eerstgeboorte zegen. Nu Esau het eerstgeboorterecht verkoopt, zal Gods belofte aan Abraham gedaan overgaan op Jacob. Naar het geldende recht wordt nu Jacob de meerdere en Esau de mindere, die straks de meerdere Jacob zal gaan dienen. En dat alles voor een bord linzensoep. Zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Met, hoort u, het gemak. Hoort u hoe goedkoop Esau omgaat met alles wat heilig is, met alles wat van God is? Misschien heeft hij er ook helemaal niks bij bedacht op dit moment. Maar dat is omdat hij er ook niet bij leeft. Gods belofte, zijn woord, het zegt Esau niets. Het is niet zo belangrijk. Hij leeft voor de korte termijn en er zit wat fatalistisch in. Zo van pluk de dag, feest vandaag, want morgen sterf je. YOLO, you only live once. Je leeft maar één keer, dus je moet het er nu van nemen. Esau beseft niet de ernst van zijn leven en de diepte en de rijkdom van Gods belofte. Uit het nageslacht van Abraham zal via Isaac, ja en dan via Jacob, straks de Messias geboren worden, de Heer Jezus Christus. En gemeente, dan zal er toch echt meer zijn dan alleen maar zie, ik ga toch sterven. Nee, dan is er leven. Eeuwig leven. Want wie in hem gelooft, zal niet sterven, maar leven. Met, bij en voor hem. Nou gemeente, zo hebben we ze in beeld. Esau en Jacob. Twee verschillende levenshoudingen. Jacob zeker geen heilige, in de zin van zonder zonde. Nare karaktertrekken heeft hij. Een hielenlichter. En toch wordt hij oprecht genoemd, want hij zoekt de zegen van God. Apart gezet om voor hem te leven. En aan de andere kant Esau. Korte termijn, horizontaal en geen ontzag, geen eerbied voor wat heilig is. Op wie lijkt u? Lijk jij het meest? En nee, dan bedoel ik niet, ben je wat meer een buitenmens of wat meer een binnenmens? Dat zal allemaal wel. Maar geestelijk, in wie herken je? Esau, Jacob, jij jongere. Hoe heilig is God voor u? Hoe heilig is zijn woord, dat wat hij zegt voor u? Hoe heilig is ook je doop? Want toen heeft hij het heel persoonlijk gemaakt zoals we het zojuist hebben gezien. Ik zal je vader zijn en als een vader voor je zorgen. Ik zal in de Heer Jezus je zonden vergeven, je rein wassen, ook van al die nare karaktertrekken die er ook bij ons kunnen zijn. Ik zal door de Heilige Geest je vernieuwen en in je leven werken en je steeds opnieuw aan Christus verbinden. Gemeente, is het heilig voor u? Spreek je er zo ook over? Over de dingen van God. Kijk, het is maar zo'n klein moment eigenlijk. Gewoon ergens op een achternamiddag, Esau die terugkomt van de jacht en razende honger heeft. En dan is Jacob daar bezig
met die soep. Een klein moment, en het zou natuurlijk nooit in de Bijbel zijn terechtgekomen, waren het niet dat dit nou precies laat zien wat hier gebeurt. Is het heilig of niet? Weet je waar het over gaat? Als de Heere spreekt, als Hij zijn belofte aan je geeft, dat dat ernstig is, dat het dan gaat over leven of dood. En dat als je alleen maar leeft als Esau voor het horizontale en voor het nu en voor het genieten, gemeente, daar kun je niks van meenemen. Dat ga je allemaal verliezen eenmaal, vroeg of laat. Het is een houding die veel vandaag de dag tegenkomt. In ons land, in onze kerken. Dat leven in het nu. En dan hebben we het alleen maar over de dingen van het nu. En dan ben je ziek en dan heb je het misschien alleen maar, dan denk je alleen maar aan de dokters en aan de medicijnen en hoe het met je gaat en hoe het ook soms niet met je gaat. Denkt u ook aan God, gemeente? Aan zijn belofte, aan zijn verbond. Dat Hij zegt, vertrouw nou op mij. Ik zal het doen. Ik heb het al gedaan. In mijn Zoon Jezus Christus. Dat je Hem kent. Als je zaligmaker. Gemeente, hoe komt het nou dat Jacob zo bezig is met die eerstgeboortezegen en de belofte van God, terwijl Esau... Het is voor Esau allemaal niks waard eigenlijk. Kijk, je kunt zeggen, nou, dat is nou verkiezing. Dat is nou hoe God het bepaald heeft. Had het gezegd tegen Rebecca, 2 volken in uw schoot en de meerdere zal de mindere dienen. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar dat is niet het eerste wat u moet zeggen vanmiddag. Het hoort er wel bij, dat is waar. Het is het laatste. Het eerste wat je moet zeggen is dat Esau er zelf voor kiest om, zoals het in vers 34 staat, zo nonchalant het eerstgeboorterecht te verachten. Het niet op waarde te schatten, het niet voor heilig te houden. En hoe komt het dat Jacob daar dan heel anders in staat? Nou ja, gemeente, God werkt door dingen heen. Heeft hij misschien, en dat zal toch wel, de opvoeding van Rebecca gebruikt? Is er door haar opvoeding, ook al is het met dat lievelingetje helemaal mis natuurlijk, als moeder moet ze evenveel van Esau houden. Heb uw naaste lief. Dat geldt ook op die manier. Maar is er door de opvoeding van Rebecca iets van dat verlangen en die verwachting overgebracht van Rebecca op Jacob, dat God aan het werk is? Doopouders, dat mogen jullie ook doen. Dat is denk ik het belangrijkste van de geloofsopvoeding van je kinderen, dat je ze jouw verlangen laat zien en voorleeft en het op die manier ook mag overbrengen. Als je je hoop en je vertrouwen op God stelt, zichtbaar en hoorbaar voor je kinderen, dan ben je eigenlijk aan het zaaien. En of het ontkiemt en vrucht draagt van geloof en bekering in hun leven, dat is aan God, maar je mag er grote verwachtingen van hebben. Is het de opvoeding van Rebecca? Vast. En misschien nog iets anders ook. Er zijn verklaarders die erop wijzen dat Jacob 15 jaar was toen zijn opa Abraham overleed. En Esau, ja, die was op het veld. Jacob bij de tenten, was die erbij aan Abrahams sterfbed? Toen Abraham zo heel nadrukkelijk Isaac zegende en zo de zegen van het verbond door hem als eerstgeborene werd meegedragen, en dat Jacob dan nu denkt, ja, maar dat wil ik ook. Als later mijn vader oud geworden is en hij gaat sterven, dan wil ik dat hij mij op deze manier zegent.
met deze belofte. Ook grootouders kunnen zaaien. Zomaar mogelijk. Hoe dan ook. Jacob heeft een ruimere blik dan Esau. Esau leeft in het moment. Jacob weet van heilige dingen. Esau leeft voor het nu. Jacob leeft voor de toekomst. Hoe is het met u, met jou? Want als je alleen leeft voor het hier en nu, dan leef je voor dingen die uiteindelijk al hun waarde verliezen. Dan is er niets heiligs meer. Niets meer van God. Je kunt er niks van meenemen, zei ik al. Alleen dat wat van God is. Wat hij gedaan heeft en wat hij doet in je leven. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Gemeente, leef bij Gods verbond. Zijn belofte, zijn woord. Laat je daardoor leiden. Laat dat de grond van je bestaan zijn. De grond van je gezinsleven. Leef het je kinderen voor als die je gegeven werden. En laten we het als gemeente ook onze kinderen en jeugd voorleven. En jij jongeren, zoek God als je jong bent. Leef niet maar oppervlakkig. Natuurlijk, er wordt veel gevraagd ook van je als het gaat over keuzes maken voor nu en voor vandaag. En wat ga je allemaal studeren en welke beroepsopleiding en zo. Allemaal keuzes. Dan ben je bezig met het nu en met het hier en nu, de kortere termijn. Maar vergeet dat andere niet. Laat dat er ook zijn. Laat dat het diepste zijn in je leven. Dat er heilige dingen zijn waar je niet aan moet komen. Die je niet zomaar weg moet gooien. Omdat ze van God zijn. In jouw leven. Ook als je misschien van dat alles nog niet precies de waarde beseft en kent. Dat komt dan wel. Maar houd vast. Leef erbij en zoek ernaar. Want wie Christus kent, die mag zich steeds weer in hem verblijden. Dan ben je echt rijk. Dan leef je ten diepste van alle zorgen vrij. Maar gemeente, zet dan ook uw treden in dat spoor. Zullen we dat als een belijdenis gaan zingen? Neem je dat nu maar voor en neem je het maar weer helemaal opnieuw voor. Als je vanmiddag God hebt horen roepen, hij riep u daartoe. Hij nodigde je ertoe uit, voor het eerst of ook weer opnieuw. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga me met uw heilicht voor. Amen. We zingen psalm.
Zullen we danken en bidden. Heere, laat dat onze belijdenis van harte mogen zijn om in het spoor van u te treden, achter u aan, Heere Jezus. Om dat te zoeken, om niet maar op te gaan in het nu en in de korte termijn. Heere, we hebben dat voorbeeld voor ogen gekregen vanmiddag. Esau, voor wie eigenlijk niks heilig was. Die alleen maar bezig was met zwerven over de aarde. Met succesvol zijn in de jacht. En ja, er kwam een soort van liefde voor terug van zijn vader. Heere, geef dat wij de echte liefde zullen zoeken en mogen vinden. Liefde die niet om verdiensten gaat, beloning, maar die onvoorwaardelijk is. Zoals uw liefde is, Heere. En wij danken u dat u die in uw woord aan ons openbaart. En dat u die ook vandaag in deze dienst hebt laten zien in het teken van de doop. U gaat aan alles vooraf. Dan is genade genade. Dan is het echt genade. Heere, wij danken u en wij loven en prijzen u om zoveel onverdiende goedheid. En dan bidden wij u, Heere, voor de kinderen van onze gemeente. Of u wil geven dat zij het leren, onze jongeren, maar ook als we ouder zijn. En Heere, we hebben ook het voorbeeld gezien van een gezinsleven waar zoveel spanningen waren. Heere, wees u ook met onze gezinnen. Met ouders in de opvoeding. Als het soms moeilijk is, als we onszelf voelen falen. Heere, wilt u er zijn? Wilt u moed geven? En ook vertrouwen, afhankelijkheid van u. Heere, wij bidden u of u ook wil geven dat bij de opvoeding van kinderen ouders dat liefdevol mogen doen. In betrokkenheid. Heere, zegent u ouders met die liefde. Wij bidden u ook voor kinderen in de knel. Als ze in onveiligheid leven. Op welke manier dat dan ook maar is. Als ze in gebrokenheid leven. Heere, weest u ze nabij. Bewaar ze voor bitterheid. En geef dat ze de vrede mogen vinden in u. Heere, wij danken u dat u zo in deze dienst tot ons wilde spreken. Geef dat we het mee mogen nemen. En in de komende week mogen overdenken. Het nog eens naar ons toe laten komen. En Heere, geef dat het ons ook mag aansporen. Om dat te zoeken wat van u is. Voor onszelf en voor allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Of dat nu kinderen zijn of ook mensen in onze omgeving voor wie we iets betekenen mogen. Heere, laat dat ons getuigenis mogen zijn. Met woorden en met daden. Gaat u zo mee, Heere, als we de nieuwe week ingaan. Zegent u ons in deze week. Breng ons als gemeente ook weer bijeen op Koningsdag, de dag van uw hemelvaart. Zegent u de jongeren die dan ook op kamp hopen te gaan. Geef hen met elkaar ook een gezegende tijd samen met de leiding. Wilt u de leiding ook inspiratie geven om ook in de Bijbelstudies iets van u door te geven. En ook in de ontspannende activiteiten te mogen werken aan de opbouw van uw gemeente. Heere, zo keren wij ons tot u in afhankelijkheid. Hoor naar ons gebed. Vergeef wat niet goed is geweest. In spreken en in luisteren. En hoor ons omwille van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Tot slot zingen wij gemeente uit Psalm 97.
En daarvan het zevende vers, Psalm 97, vers 7. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.